Vandaag wordt er een nieuw hek geplaatst. We hebben twee aannemers bereid gevonden om voor ons. Ze hebben aangeboden dat zij een nieuw hek voor ons maakten. Dat wordt een hek wat automatisch terugvalt, lichtelijk schuin geplaatst, zodat de ezels er niet meer zelfstandig uit kunnen. En we wel alle bezoekers kunnen blijven ontvangen die het hier zo naar hun zin hebben. Het hek was niet heel slecht, alleen de veren waren wat slechter, het was wat verzakt. En de ezels hadden ontdekt hoe ze het hek open konden krijgen. Danny die kwam op een verjaardag bij ons met een artikel uit de krant dat er de kinderboerderij, dat het hek gesaboteerd werd. En die vroeg zich af of dat niks voor ons was, voor mij om dat te maken, of voor ons samen eigenlijk. En eigenlijk was het zo gepiept en van ja, dat gaan we doen. Eigenlijk niet over nagedacht, gewoon heel spontaan gezegd, dat gaan we doen. Dus ik heb Henja gebeld. Ik zei, we gaan een hek maken. Nou, die was helemaal door dol heen. En vervolgens zijn we nu het hek aan het maken. Dus eigenlijk zo simpel is het. Deze hoogte even aanhouden, dus hij mag ietsje zachter vermoeien. Dat kan ook wel wat doen. Er zijn vrijwilligers gekomen die het kippenhok renoveren. Dat zijn Frans Schellens en Maarten Boulet. Die gaan het dus helemaal van nieuw gaas voorzien, wat dus echt helemaal versleten was. En er wordt op dit moment een nieuw hek geplaatst. We zijn in onderhandeling of we zijn aan het praten dus met maatschappelijke stageprojecten. Zoals we proberen dus het Groenhorst College hier te krijgen. En andere projecten. Er is ook een bewoonster van Zonnehoeven op vrijdagmiddag die onder begeleiding dus de dieren verzorgt. Dat is natuurlijk ook heel erg mooi. En we zijn in onderhandeling met Sherpa die ook nog met de vrijwilliger komt.